welkom bij deze nieuwe video. We staan weer in mijn slaapkamer vandaag, want ik ga deze grote kast hier achter mij vandaag opruimen. Ben ik de enige die altijd een volle kast heeft, vol met kleding, ook schoenen heb ik hieronder. Het verschilt ook, maar het wordt altijd weer een bende. Elke keer ruim ik het weer helemaal op, ik leg alles netjes, outfits bij outfits, bepaalde kledingstukken bij elkaar. En elke keer weer na een tijd wordt het gewoon weer een bende. Alles valt op, dit, dat. En als het ook maar een klein beetje een bende wordt, dan gooi ik ook gewoon gelijk de handdoek in de ring en let ik op niks meer en knal ik gewoon alles erin. En jongens, als jullie gaan zien, vooral deze kant hier, want dit is de opvouwkant, hoe het eruit ziet, ja, het is echt een mes. Ook heb ik te veel kleding voor deze kast, het is gewoon propvol. Kijk mij klagen over, oh, ik heb zoveel kleding, ik heb geen plaats. Echt first world problems, maar ja, toch is het gewoon echt zo. Ik heb gewoon echt geen plek meer voor een grotere kast of wat dan ook. Dus ik moet het gewoon hier meedoen, want oh, wat heb ik het zwaar. En sowieso mag er denk ik wel echt best wel veel weg. Dus dit hier is de hangkant en dit is de opvouwkant. We gaan beginnen met de hangkant en we gaan gewoon alles opruimen, jongens. Laten we beginnen. Ik ga beginnen met de kant hier, jongens. Deze kant valt nog wel mee. Ik heb dus hier... Wacht, ik ga jullie eventjes verplaatsen. Kijk, ik heb dus hier de hangkast. Hier ligt ook van alles, want ik heb geen plek meer hier. Het is gewoon zo vol dat hier ook gewoon van alles ligt. Kijk dit. Dit zou ook moeten worden opgehangen, maar er is gewoon geen plek meer. Hier is gewoon allemaal ondergoed, BH's. Dat laat ik voor wat het is. En daar helemaal hoog heb ik nog wat enkelboots. Die laat ik ook gewoon zo. Dus het gaat echt om dit hanggedeelte. En ik wil ook echt wat plek maken hiervoor. Ik wil ook een beetje gaan veranderen van kledingstijl. Ik vind dat ik heb niet echt een stijl. Ik draag echt gewoon van alles. Hangt er vanaf waar ik heen ga, hoe ik me voel, welke look ik wil uitstralen. Ik ga voor basic, simpel. Ik ga voor sexy, voor classy, voor zakelijk, voor everyday. Echt van alles. Wat ik wel echt het meeste draag is gewoon makkelijk en zwart. Zoals je kunt zien. Altijd zwart. Wel altijd hakken. Dat is wel wat extra aan mij qua make-up. Zoals je kunt zien ben ik heel extra qua kleding niet echt. En ik wil het een beetje gaan veranderen. Ik wil minder zwart en iets meer classy. Ik wil niet meer zo strak en bloot en sexy en al die dingen. Ik wil toch meer gaan voor ja, een meer sophisticated look. Als je begrijpt wat ik bedoel. Iets meer chic, iets meer classy. Dus ja, maar nog wel een tikkietje sexy hier en daar, een klein beetje of zo. I'm not sure. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik wil. Maar goed, ik ga dus hier een heleboel weghalen. Wat ik gewoon echt niet meer draag. Ik ga beginnen aan deze kant hier. Oh, joh, er is gewoon echt geen plek meer. Oh my gosh. Hier zijn jassen, blazers, etc. Ik heb hier een super mooi wit jekje van de Bershka. I love it. Oh, hij is vies. Jongens, hij is gewoon vies. Ik zie hier make-up. Deze gaat in de was. Deze doe ik niet weg, want ik heb letterlijk geen ander enkel witte jack. Dus deze hou ik, maar hij gaat wel nou even in de was. Wie draagt het nog? Is jeans jackjes klaar? Is dit nog een ding? Ik weet niet. Ik denk dat ik het gewoon ga wegdoen, want ik draag dit echt nooit. Of zal ik het gewoon houden? Ik weet niet. Ah, twijfels. Ondanks dat ik het echt nooit draag, denk ik wel gewoon dat ik het ga houden, want ik heb geen andere. Dus ja, misschien komt er weer een fase dat ik hem wil dragen. Kijk, dit is dus wat ik bedoel met mij. Ik kan niks wegdoen, want misschien wil ik het ooit dragen. Hier een jekje, zwart leer, draag ik wel vaak. En ik heb er ook maar eentje. Dan kom ik hier bij de vesten. Ik hou van vesten, vooral in de herfst. Oh, er valt iets. Ik heb er echt veel. Ik heb grijs, bordeaux, een beetje zo bruinig. En mijn meest gedragen is zwart. Deze zwarte. Dus deze ga ik denk ik wel echt gewoon allemaal houden, jongens. Nee, ik denk dat ik eentje weg doe. Deze draag ik echt nooit. Dus deze doe ik weg. En dan heb ik weer een extra hanger over. Want ik zie dat ik hier twee vesten op één hanger heb gedaan. Dat gaan we veranderen. Ik doe deze hier zo. Dit zijn dan de drie vesten die ik hou. Dan heb ik hier twee blazers. Zoals ik al net zei, ik wil gaan voor classy. Dus deze hou ik sowieso. Allebei echt heel mooi. Allebei nieuw en allebei heel goedkoop. Want allebei van Shein. Echt super goedkoop. Ik heb ze ook in een van mijn Shein video's laten zien. Allebei wel. Allebei in twee andere video's. Maar deze zijn allebei echt super mooi. Hoe vaak heb ik nou allebei gezegd? I don't know. Deze is echt wel een klein beetje te klein. Maar ik ben aan het afvallen, dus hopelijk pas ik er snel in. Oh, ik heb hier nog een andere vest. Deze is echt heel uniek van Fab Lux. Vind ik wel echt heel mooi en heel, ja, gewoon echt een uniek iets. Dus deze hou ik.
Deze doe ik bij de vesten. Oké, dan heb ik hier twee grote jasbloesjes, of hoe je dit ook noemt. Ik heb hier weer één hanger over. Dus eentje gaat op de andere hangen. Ik haat het als twee kledingdingen op één hanger hangen. Want dan kan ik die eronder zit niet zien. En dan wordt je dus ook niet meer gedragen, omdat ik het gewoon vergeet. Deze zijn allebei heel leuk. Deze is van Shein. Deze van Fabluxe. Deze hier is echt heel, heel lang. Deze is ja, net over de kont. Maar wel allebei heel leuk. Ga ik ze allebei houden? Ik denk dat ik deze weg ga doen. Want deze heb ik letterlijk nooit gedragen. En deze wel. Dus deze gaat weg. Hier een hele grote pyjama-achtige trui. Ik weet niet waarom die hier ligt. Deze moet bij pyjama's. Dus deze gaat hier weg. En gaat bij de opvouwkant. Oh, hier nog een hele mooie blazer. Ook deze is van Fabluxe. En I love it. Echt een van mijn faves. Hier is hij zo met gaas. Deze moet ook bij de blazers. Oh, ik zie hier nog een vest. Deze ga ik denk ik wegdoen. Die is echt heel dun. Draag ik echt nooit. En hier nog zo'n vest. Ook dun. Doe ik ook weg. Draag ik ook nooit. Hier heb ik nog een blazer. Oeh, deze is apart. Zo bruin en leer. Dit is een set, weet ik toevallig. Hier hoort een broek bij, maar ik denk dat ik die weg ga doen omdat ik hem nooit draag. Ik moet gewoon echt een rule maken. Als ik iets minimaal een jaar niet draag, moet gewoon weg. Oké, hier zijn dan blouses. Zoals ik net zei, blouses heel mooi classy. Dus deze ga ik wel denk ik veel houden. Deze hou ik. Hier is een heel lang blouseje. Die ga ik ook houden. Dit blouseje is te groot voor mij, dus deze gaat weg. Wel heel mooi trouwens. Dit blouseje kan ook weg. Is een beetje zo'n crop top blouseje. Draag ik echt nooit. Deze is echt heel mooi. Ook dit is crop top van de Zara. Maar wel echt gewoon heel cute. Dus deze hou ik nog wel gewoon. Deze is echt afschuwelijk. Ik weet niet wat dit is, maar dit gaat weg. Dan gaan we verder met nog gewoon allemaal van dit soort zwarte blouses. Ik denk dat ik die echt gewoon allemaal ga houden. Nee, eentje doe ik weg. Even kijken. Nee, twee doe ik er weg. Deze twee gaan weg en deze hou ik. Dit is echt een heel makkelijk basic blouseje. Altijd handig om te hebben. Dit blouseje is ook te klein voor mij. Hij is wel heel leuk, maar ja, hij is dus gewoon te klein. En dan heb ik hier nog drie blouses. Een panter, een roze. Deze is echt mijn favorite. Die vind ik echt heel mooi. En deze hou ik allemaal. Kijk, deze jumpsuit. Ik ga stuk. Deze is dus heel leuk met deze vest. Deze vest hierop. Zo had ik hem ook gematcht. Allebei gehaald bij Fabluxe. Dus deze hou ik nog. Oh, hier is nog een blouse. Dit blouse is niet van mij. Volgens mij is deze van mijn moeder. Dus deze gaat naar haar toe. Oké, dan vanaf hier is het letterlijk allemaal jurken, jurken, jurken. Ik hou van jurken, rokjes. I love it. Lekker vrouwelijk. Ik denk dat hier ook wel echt het een en ander weg kan. Wat ik gewoon echt niet draag of niet meer vind staan met mijn classy stijl. Oké, we gaan beginnen. Hier is gewoon een zwarte strapless. Die ga ik wel houden, want dat is gewoon altijd handig om te hebben. Ik pak er gewoon even vier tegelijk. Even kijken. Hier is een zwarte. Is echt heel lang. Deze doe ik weg. Echt al heel oud. En ook te lang naar mijn smaak. Hier een simpele zwarte jumpsuit. Deze kwaliteit is niet zo goed en doet echt niks voor mijn figuur. Dus deze gaat weg. Deze is echt super cute. Heb ik besteld bij Pretty Little Thing. Deze is echt zo cute. I love it. Dus deze hou ik. En hier eentje in het rood. Deze vind ik wel echt heel cute. Dus deze ga ik ook houden. Ook al heb ik hem nog nooit gedragen, maar dat ga ik wel doen. Hopelijk ooit. De volgende. Deze zwarte. Ik hou van simpel zwart. Dus deze hou ik. Hier nog een zwarte. Alle zwarte hou ik gewoon, want ik draag ze echt gewoon vaak. Deze blauwe is heel uniek. Ik denk dat ik hem wel gewoon ga houden. Hier nog een zwarte, maar deze is best wel kort. Dus deze ga ik wegdoen. Deze allebei draag ik echt nooit. Kijk hoe fel dit is. Ik weet niet wat ik dacht, maar whatever. Dit is echt mijn fave. Jongens, deze is van Shein. Deze is zo mooi. Altijd wanneer ik hem draag, vraagt iedereen waar ik hem heb gehaald. Gewoon Shein. Super cheap. Ook in een van mijn video's laten zien. Alles wat ik noem vandaar heb ik wel in minimaal in een video laten zien. Deze is echt wow hier. Dus deze hou ik. Ja, ik zie alweer iets wat weg kan. Dit draag ik echt nooit. De volgende. Kijk, deze is simpel zwart hou ik. Ik heb die ook in het bruin. Die is ook hier ergens. Hier deze glitter vind ik ook mooi. Deze hou ik ook gewoon zwart. Is ook echt een van mijn meest gedragen. Tot net over de knie helemaal strak nude. I love it. Wat is dit dan? Oh, ook zo strapless. Deze heb ik nog nooit gedragen, maar wil ik wel doen. Dus deze hou ik. En dan hier weer nude, maar deze doet ook echt niks voor mijn figuur. Dus deze doe ik weg. En dan deze. Deze vind ik wel heel cute. Dus deze hou ik vooral voor in de herfst met de panty en boots. Echt super cute. Deze hou ik. Heel classy. Deze hou ik ook.
Oh, wacht. Ik heb er hier weer een aantal op één hangen. Deze kan weg. Heel cute, maar schijnt helemaal door. Dus niet echt mijn ding. Deze is ook niet echt mijn ding. Kan ook weg. Is te wijd of zo. En hier hangen er weer twee op één hanger. Deze hou ik. Is zo strapless. En deze hou ik ook heel cute voor in de zomer. Hier een playsuit. Deze is echt te kort. Dit is een broekje. Hij is heel leuk, maar echt te kort. Dus helaas kan ik hem niet aan. Yo jongens, ik doe echt veel werk. Dat had ik niet verwacht. Deze is ook weer extra op een hanger. Wat is dit? Deze gaat weg, want ik vind hem niet mooi. Hij is te klein, te strak, dus deze gaat weg. Hou ik allemaal, hou ik. Deze hou ik niet. Deze is zo cute voor in de zomer, zo met een riem, echt leuk. Deze, dit is een twijfelgeval, want ik vind de kleur heel mooi. Maar ga ik dit echt dragen of vast niet, dus deze gaat weg. Verder, bruin hou ik. Deze zwarte kan ook weg. Ik heb nu echt meer dan genoeg zwart, dus... deze kan weg. Oh, dit is die bruine die ik jullie net liet zien. Even kijken, die ga ik ernaast hangen. Hier is die. Deze heb ik dus in het bruin en in het zwart. Dit draag ik echt nooit. Heel kort, wel heel cute, dat wel. Deze is echt heel mooi, van Chiquelle hou ik. Dit gaat weg, ik weet niet eens wat het is. Deze is ook echt heel mooi. Ik heb nog geen gelegenheid gehad om hem te dragen, maar echt super duper mooi. Deze hou ik ook. Deze doe ik denk ik weg. Deze had ik ook laten zien in een Shein video. Maar ja, ik moet hem strijken. En ik ga dat gewoon echt niet doen. En dat is echt een reden voor mij om iets niet te hebben. Deze kan denk ik ook weg. Ook weer zwart kort. Zie je hoeveel zwart ik heb? Oh my gosh. Deze ga ik ook weg doen. Ik vond hem mooi voor in de herfst. Maar ja, deze maakt mij dikker dan dat ik ben. En dat willen we niet hebben. Deze kan denk ik weg. Gewoon simpel zwart van de Zara. Deze gaat ook weg. Weer zwart simpel. Oh jongens, hoeveel zwart kan een mens hebben? Deze is zo cute. Kijk deze jongens. I love it. Ik heb die echt vaak gedragen. Ik denk dat als laatste ik nog deze weg doe. Deze is heel lang tot aan de enkels. En dan draag ik gewoon echt nooit. Nou jongens, ik heb echt veel weggedaan. Wow, yo. Dan heb ik nog wat hier op de grond ligt. Even kijken. Een hele mooie zwarte jurk. Deze blijft. Hele mooie rode. Deze is van Chiquelle. Heb ik ook in een video laten zien. Deze is echt prachtig. En ik heb hem ook in bruin. Hier is hij in het bruin. Dus deze ga ik ernaast hangen. Hier deze mooie blauwe. Deze had ik aan op de bruiloft van mijn zus. Echt super mooi. Deze hou ik. Nog meer bruin. Oh, deze ook van Chiquelle. Hou ik ook. Hier is een hele grote zwarte blazer. Die ik echt mooi draag. Want ik vind mijn figuur niet mooi maken. En hij is zo dun cheap. Dus deze doe ik weg. Hier een blauw blouseje. Draag ik ook nooit. Want moet ik ook weer strijken. Een zwarte jurk. I love it. Deze hou ik ook. Nou mensen, er is nou echt een stuk meer plek. En er is echt veel weg. Kijk even dit. Dit heb ik allemaal weggedaan. Echt superveel. Ik ga straks alles laten zien. Oké, nou dan is het nou hier klaar. Nu gaan we naar de heftigste kant. Deze andere kant. Kijk even dit. Wat is dit voor een drama? Ik ga stuk. Hieronder zijn al mijn hakken. Hier zijn alle t-shirts en hemdjes. Hier is alles. Met een lange mouw en winter en zo. Hier hangen broeken, rokjes en korte broekjes en rokken. Hier zijn pyjama's en sportkleding. En hier zijn wat sneakers die ik gewoon ga laten voor wat het is. Maar ja, dit ziet er allemaal echt niet meer uit. En ook wil ik dit gaan veranderen. Want deze hele rij draag ik minder dan deze rij. Dus deze ga ik hier doen en deze ga ik hier doen. Maar dit is echt een bende. Oh my gosh, jongens. Ik ga dus beginnen met deze hogere rij. Dus ik ga jullie een beetje zo omhoog zetten. Ik ga echt gewoon serieus alles er gewoon zo uit pleuren. Want ja, dit ziet er echt gewoon niet meer uit. Wat ik gewoon niet draag, gaat ook gewoon weg. Nou, ik ga beginnen met al deze rokjes en zo. Want die wil ik daar op de hoogste plank gaan doen. Oké, ik heb dus hier rokken, korte broekjes, et cetera. Dus dit gaan we ergens fixen. De rokken en zo zijn opgevouwen. Ik heb rokken lang, rokken kort, korte broekjes en ook gewoon sets. Dus bijvoorbeeld een rok en een top set die bij elkaar hoort, die zijn ook apart. Ik ga beginnen met de lange rokken. En dat zijn deze allemaal. Het valt. Oké, deze is opengevouwen. Deze gaan dus daar hoog. Hopelijk kan ik erbij. Dit zijn alle mini rokken. Die gaan ernaast. En dit is de tweede stapel. Oké, nou is hij al helemaal vol. Maar ik heb ook nog broekjes en sets. Dus ik denk dat ik deze nog hieronder ga forceren. Dan doe ik hier de korte broeken. Ik heb niet heel veel sets. Dus deze kan ik misschien hier nog goed erbij proppen.
Dan gaan we verder met pyjama en een sportset. Die liggen hier allemaal. Nou, dit is ook allemaal opgevouwen. Ik heb hier korte pyjama's, leggings, sportsets, dikkige pyjama's en gewoon normale pyjama broeken, shirts en zo. En dit gaat nou allemaal daar zo. Ik heb hier al één dikke pyjama. Daar komen deze naast. Deze doe ik helemaal achter, want het is nou lente, dus die zullen niet heel veel worden gedragen. Ik heb hier sportsets. Die doe ik hier zo. Zwarte sportleggings. Normale katoenen leggings. Let niet op hoe ik alles vouw. Ik doe niet echt mijn best of zo. Korte zomerpyjama's. En mijn normale pyjama's. Zo, dit past echt perfect. I love it. Dan het belangrijkste gedeelte. En dat zijn broeken. En mijn wintertruien. En alles gewoon met een lange mouw. Hier mag ook wel het een en ander veranderen. Vraag je je af waarom ik mijn broeken helemaal zo opvouw in plaats gewoon zo laat hangen. Als ik ze gewoon zo normaal laat hangen, dan komt het helemaal op de kleding eronder. Dus vandaar. Ik ga eerst deze broeken allemaal weghalen. Dit hier zijn de normale jeans en hier zijn de andere soorten broeken. Dus ik ga even alles eens organiseren en wegdoen wat weg kan. Nou, letterlijk elke jeans hou ik, behalve eentje. Eentje heb ik recht gedaan. Nou, de broek, deze rode van leer. Ja, deze kan echt weg. Is niet mooi met mijn figuur, want hij is niet echt high-waist genoeg. Nou, qua broeken gaat er niet echt heel veel weg. Bijna alles blijft. Hier komen alle andere soort broeken en hier alle jeans. En wat ik het meest gebruik, doe ik ook achter. En wat ik dan doe, is je hoort ze gewoon zo op te hangen. Maar nogmaals, dat is te lang. Dus ik draai hem zo 2 keer. Nou jongens, dit ging toppie. Nou, deze bende hier. Oh my gosh, dit ga ik er ook weer allemaal gewoon uitpleuren gewoon. Laten we deze bende gaan aanpakken, jongens. Dit is echt by far het meeste gewoon. Oké, laten we beginnen. En hier heb ik al mijn grote sweaters. Dit zijn al mijn bodysuits. Die komen zo hier voor, want die worden vaak gedragen. Dit zijn normale truitjes. En nog meer normale truitjes. En dit zijn de crop tops. Die komen hier. En dit zijn de andere crop tops. Oké, nou dit ziet er zo echt een stuk beter uit. Vinden we niet? Kijk even dit. Oké, nou is het tijd voor deze bende hieronder. Dit zijn allemaal shirts en hemdjes en zo. Oh mensen, dit kost zoveel tijd. Oké, ik ga beginnen met alle grote shirts. Hier zijn alle normale shirts. En nog meer normale crop top-achtige shirts. Hier heb ik wat leuke blouses, crop tops. Hier zijn bodysuits. Deze stapel ga ik wel halveren. En dan hier alles wat een hemdje is of geen enkele mouw. Dan jongens, hier mijn hakken. Voor mijn hakken heb ik echt te weinig plek. Dit kan toch niet? En hieronder zijn ook nog allemaal hakken. Hier doe ik altijd mijn meest gebruikte hakken. En daaronder, ja, mijn wat minder gebruikt hakken. Oké, laten we hier eventjes goed mee omgaan, want ja, dit kan zo niet. Ik doe ook de hakken een beetje op elkaar, want anders is er gewoon echt niet genoeg plek. Zo, deze lade is helemaal vol. En dan heb ik nog alles hieronder. En hier ga ik echt wel wat hakken wegdoen, want veel draag ik gewoon echt niet. Deze mega hoge hakken, heel mooi, maar worden echt nooit gedragen, want echt veel te hoog. Deze draag ik ook mooi, want ze lopen echt vreselijk. Wel heel cute, zo fel. Deze gaan ook weg. Ik vind die hak gewoon te laag, is gewoon niet mijn ding. Deze gaan ook weg. Deze vond ik heel cute voor in de zomer, maar heb ik eindstand nooit gedragen. Ik denk dat ik de rest gewoon hou.
Oh nee, wacht. Deze gaan ook weg. Draag ik echt nooit. Nou jongens, mijn hakken zijn helemaal opgeruimd. Ik heb daar wat schoenen op elkaar moeten doen, want het was vol. En ik heb hier ook nog wat hakken bij moeten doen, want ja, ik had gewoon echt geen plek meer. Dit zijn alle hakken die ik weg heb gedaan. Lekker veel. En dit is dan de kast nu een stuk beter opgeruimd. I love it. Satisfying. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze opruimvideo. Als je nog meer opruimvideo's zou willen zien, let me know beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!